3, 2, nee, wacht. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Toen had gezegd, u krijgt het. Balla. Nou, oma die had dus een heel gaaf ding. Misschien moeten we hem eerst even openen. Oh, 1, 2, 3. Hi, lieve Hi, lieve Flappies. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En dit is Jessie Silver. En oma Elsje. Fieder Elsje. Hallo. Hoi. En we hebben, althans... Oma? Oma, die heet voor Jessie Silver. En een heel leuk, wat is het eigenlijk? Een brandweerballenbak gekocht. Ja. En dan zitten er echt maar 10 zielige balletjes in. Dat was niet heel spannend, hè? Maar dat hebben we opgelost. En dat telt deze niet mee. Nee. Inderdaad. Dus, hebben we zelf maar nieuwe ballen. Ali Bombali, ballen en ballen. Ja. Dus die gaan we nou eventjes... Zal ik jou erin zetten zo? En dan dompelen we je zo. Ik ben zo benieuwd naar zijn reactie. In de ballen. Ben je er klaar voor? Komt-ie dan, hè? 1, 2... Wee! Wee! Ziet er wel een stuk beter uit. Dat is beter. Dat is pas een ballenwapen. Hè? Hoeveel ballen waren dit er nou? 100 of 200 dan? Volgens mij 100 per zak. Moet je deze bal ook zo? Ja. Nou is het misschien wel handig dat het blijft staan. Nou, zet hem in het midden. Ad. Zo. Blijft hij staan. Ballen! Ballen! Hij weet nog niet zo goed wat hij ermee moet. Nee. Moet je wel gelijk. Oh ja. Nee. Oh, dat is ook mooi. Oh. Hij heeft dit een beetje door, hè? Ballen! Dat is een hele grote bal ineens ertussen. Ballen! Oh. Hey, een hele goede morgen. Het is zondag, het is vroeg. We gaan straks naar Tilburg. En daar gaan we eventjes kletsen over vakantie. Tot we eruit komen, want we gaan dus best wel op vakantie. Als het goed is. En we gaan een rollenspel doen. Een rollenspel? Buiten. In Duitsland. Gaan we ook nu even doen. Nu even een bakje koffie. Nou, als we toch naar Tilburg gaan. Jessie op de grond. En de hondjes zijn aan het eten. Zo, wij hebben ons aangekleed om naar Tilburg te gaan. Ja. Maar Sergio is nog bezig met aankleden. Ja, nou, ik ga eindelijk, na een jaar of zo, nee, iets langer zelfs, maakt niet uit, mijn motor wegbrengen. Die is namelijk toe aan een beurt, een grote beurt. En ja, kan allemaal voor niks zijn, als je dus zo meteen niet start. Maar ik had de oplader aan de lader gelegd, dus die moet vol zijn. Ik heb benzine erin gegooid met een kannetje, dus dat moet ook goed zijn. Ja, alleen weet ik niet of dat hij er zin in heeft. Maar het is best koud buiten en ik ben een redelijke koukleun. Dus ik ben een beetje rainbow vandaag. Groen, roze, blauw. Kolletje, hier ben ik alleen nooit zo dol op. En dan natuurlijk... Komt deze kant wel af. Pak. Ik weet niet of dit gaat passen, maar deze zien er wel heel lekker warm uit. Zo. Maar als je te veel afknelt is volgens mij ook niet goed. Hey boy. Nee, ik moet niet gaan knellen inderdaad. Maar ik heb zeg maar 41,5 en die laarzen zijn 43, dus dat moet goed komen. Zo. Zo, ga je lekker mo. Ongegeneerd. Viespeuk. Dat gaat niet zo makkelijk meer als vroeger, schat. Hm. Nou, dan past mijn jasje aan, help je op. En we gaan. Ja, dat mijn accu ook kapot is. Zoals ik al zei, de kans was vrij groot dat het voor niks zou zijn. Maar all is not lost. Ik ga het even met startkabels proberen. En dat hebben we tijdens terug op mijn werk ook gedaan. En dat werkte ook. Er was ook een meneer zo fijn mee te helpen. Maar het lukte niet. Nee. Dat is ook wel een leuk ding, want hij blijft niet zitten. Moet ik helpen? Leuke zondagmorgen. Nou, wat je ook doet, niet loslaten. Fijn. En die moet ik ook vasthouden waarschijnlijk. Ja. Nou, zoals jullie zien zit Sergio naast mij. En is het dus niet gelukt. Zo, dan heb ik rode wangen, man. Ik zat kachel aan. Valt wel mee. Ja, balen. Balen, balen, balen. Ik ben nou gelijk helemaal van mijn stuk gewoon. Ik voel me dan zo'n kneus. Dan krijg ik en die motor niet aan de praat. En de andere accu. En ik was een moertje kwijt van die accu. En dan moet ik weer iets omwisselen. En dan uiteindelijk vind ik nog dat moertje ook nog. Maar goed, dat daar gelaten. En dan stap ik nog over een poep heen. Dat ik zeg van let op, eerst ligt poep. En dan ga ik links en dan ga ik rechts en dan voordat ik het weet heb ik dus in die poep gestaan. Dan haal ik die startkabels eraf, liggen die startkabels in de poep. Helemaal bezweet van boven tot onder. Ik heb natuurlijk drie dubbele pakken aan. En dan moet ik alles weer terugleggen en die motor weer terugduwen. Ik ga hem gewoon niet aan de praat. En dan moet ik dus weer van alles gaan regelen om die motoren daar te krijgen. Om überhaupt gestart te krijgen. En we zijn, nou het valt nog mee, 20 minuutjes later bij mijn moeder dan afgesproken. Dus dat baal ik als een stekker ook. Dat zou die spreekwoord vandaan, dat spreekwoord vandaan komen. Balen als een stekker. Ja, geen idee. Nou ja, het is wat het is. Zorgen weer voor later. Ja, dat is zo. Jeetje. Jeetje mina. Kom ik aan die rode wangen? Het is wel warm hier in Aalen. Staat het licht nou wel goed? Want het is wel heel erg... Ja, dat bedoel ik. Nou, anyway, we gaan gewoon, het is wat het is. We gaan lekker naar Tilburg. En we gaan gewoon even zeggen mijn moeder. Yes! Mag ik wissel om hier in koppelen? Hoi! Hi! Kijk, de Sinterklaas heeft bij ons al gereden voor Jessie. Jeetje! Oh, dat is mooi, want... We hadden geen schoen. Kijk eens. Maar we waren de schoen vergeten. Oh, wat is dat voor nice? Nou, Sinterklaas wilde nog net iets halen en toen was de kruidvat dicht. Nou, inderdaad. Oh, wat heb je? Ga eens op de billen zien. Wat heb je voor mij? Ja. Jessie. Oh. Dat is mooi. Wat heb je gehad? Wonderbaarlijke stapelblokken. Zo hé. Blokken vind je wel leuk hè? Oh, kijk eens mooi. Ja, super cool. Wat is oma en opa ook nog cadeautje met Jessie? Oh joh. Jeetje, wat een verwennerij. Alsjeblieft schatje. Ik vind ze qua belichting niet zo mooi. Weet je? Wat een verwennerij. Esmee. Oeh. En deze is voor Nienke. Van opa. Of voor Sinterklaas. Mama, ik wil warmte. Bij opa en oma geleverd. Ja. Nienke, maak nou maar gewoon open. Maak maar open. Mooi hè? En je hebt nog een pakje. Maak jij maar open. Ik heb nog een cadeautje. Oh. Wow. Yay. Jij ook? Dankjewel, oma. Alsjeblieft. Oma, toch? Ja. Kijk eens. Dankjewel, Sinterklaas. Alsjeblieft. Oh, dat is lekker. Wow. Jij zei 98 of 92. Yeah. Oh. Zo hé. Oh, is lekker zacht. Nou, maar die kan je nog wel... Oh, lekker. Vind je het wel leuk? Die, ik vond hem heel leuk. Dit is leuk. Mickey! Ik wil hem Dat is leuk. Wat heb jij echt? Mam, jij moet hem bij jou. Deze ook. Kan je ook gewoon gebruiken als... Ja, leuk. Hé, hey, wat heb je allemaal voor moois? Ja, maar dat broekje is wel erg groot. Smee gaan staan. Dit kan je ook gewoon. Liever te groot dan te klein. Ja, want het is nog lang winter, hè? Ja, slaapzak. Ja. Deze vind ik heel leuk, hoor. Ik had van waar het 120. Ja, hè? Leuk. Maar die was lekker groot, maar dat vind ik fijn. Nou, het broekje is denk ik vooral heel lang. En niet zo breed, maar wel lang. Ja, hij is wel lang, hè? Maar niet, qua breedte kan het wel, denk ik. En die trui, die past ook al. Ja, nee, die dikke billen. Dat is nog te groot. En schijn ook aandoen. Dat is leuk. Hey. Zicht trekken en kijken. Kijk, je zegt herkent hij niet. Nee. En dan moet je, alsjeblieft. En dan moet je de code in. Ja, heb je oma een kusje gegeven? Oma een kusje geven! 2 hours later. En we gaan vandaag iets heel pijnlijks doen. Iets geks. Een beetje iets geks. Ja, want wij hebben hier pepperspray in ons hand. Ja. En we willen eigenlijk mee laten zien wat het effect is van pepperspray. Ja. Nu is dat in Nederland is dat niet legaal. Dus we zijn net de grens overgegaan van Duitsland. Oh ja, wel. Immer geradeaus. Ja. En daar Berlijn, ja. Ja. Elena die is zo lief geweest om even mee te gaan om te filmen. Wow. Die staat achter de camera nu. Ja. En we hebben een handdoekje meegenomen. En we hebben een spray. Vrij koud. En hij heeft het vrij koud, maar hij heeft even zijn jas uitgedaan. Want je wil niet dat het daarin gaat zitten. Nee. Dus, nou, are you ready? Ik ben ready. Ja, het leermoment in deze is dus dat we willen laten zien dat je niet zomaar met de politie moet fucken, want dan krijg je pepperspray in je bek en daar word je echt niet vrolijk van. Nee, want het is echt heel pijnlijk, ja. En ik heb het al een keer eerder gehad en toen mochten we het niet filmen. Nee. Vandaar dat ik het voor jullie, speciaal voor jullie, even opnieuw ga laten doen. Oké. Oké, dat is het. Moment. We moeten echt wel eventjes... even een meter afstand. Sowieso. Ja, oké. Welke kant wil je op dan? Moet ik hier aan staan? Ja, dat weet ik niet. Je blijft er dichtbij. Ik vind het heel gezellig. Ik hou van je, maar... ik heb een handdoekje erbij inderdaad. Kijk je moeilijk, Elena. Zij heeft het heel koud. En het is toch niet zo dat ik het ook in mijn gezicht ga krijgen, hè? Nee. Nee. Oké. Je moet dus... Veel, maar vooral inderdaad Sergio. Oké. Oh, kom. Dit is achter. Nog meer? Ja. Oké, veel af. Dik naar achter. Naar achter. Ja, zo, van zover kan ik niet richten, hè? 3. Nee, wacht. Nou, kom op. Kom op. Okay. Wil je die al vasthouden? Ja. Oké. Komt-ie. 3, 2. Nee. Wacht. Oké. Heb je hem nog? Ja, maar die zit niet in beeld. Nee, nou, oké. Ik ga jou aanvallen. Oké. Ah, ik pak jou. Hier. Ah. Hier. Ja, spuit hem maar op. Hier. Ook niet. Oh, dat stinkt, hè? Ik pis in mijn broek. Hij doet helemaal niks. Hij moet nog helemaal hier naartoe gereden. Oh, het stinkt wel, hè? Scheisse. Scheisse. Nou, vond je dit een domme vlog? Vergeet dit af. Maar dan smee je dit toch even op je hoofd, hè? Nou, in ieder geval. Dan. Zo. Voor dit een toffe vlog, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou bij de volgende vlog. We gaan even op zoek naar nieuwe pepperspray.